Hallo, ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd, omdat ik een klein beetje bang ben van de mensen hun reacties. Maar vandaag breng ik daar verandering in. Het is precies de good, de half en de ugly. Dag, meneer. Wat is een dag hier allemaal? Ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Ik ga daar niet aan meedoen. Nee? Nee, dank je. Gelukkig, hè. Hallo. Weet je dat uw huis op de website van Lelijke Belgische Huizen staat? Het is de eerste keer dat ik eigenlijk aanbel bij een huis die op de website van Lelijke Belgische Huizen staat, zonder dat het lelijk is eigenlijk. Ja. Ze hebben het lelijk gemaakt, hè. Ja, ja. Het spiegelbeeld, het identiek hetzelfde huis, is afgebroken. Ja, toen je hier voor de eerste keer kwam, toen dat te koop stond, had je dan meteen gezien dat in twee gesneden was? Ik denk niet dat we daarbij stilstonden op dat moment. Ja. Als je naar de anker kijkt, er hangt een stuk op de gevel. Ja. Het anker is volledig en het huis stond er eigenlijk achter, hè? Ja, het is eigenlijk echt grappig dat dat er nog altijd hangt. Het is zo met die typische gevelplaten aan de zijkant en daar ook echt naast uw huis. Het is om precies nog eens de nadruk op te leggen, ja, dat ze het kapot hebben gemaakt. Nu, ik weet dat in elk geval een of andere opleiding aan de universiteit als voorbeeld van hoe de ruimtelijke verordening in Gent toen was. Dus daar staat de spreuk, laat u maar zoet als honing vinden. Ja. En op het huis dat afgebroken is, daar dus, stond het vervolg en de vliegen zullen nu verslinden. Misschien moeten ze eigenlijk gewoon een artiest vragen om het huis te schilderen op die gevel. Zo'n graffiti, dat zou inderdaad wel mooi zijn. Ik vind je dat erg dat je op mijn website staat? Ik vind dat niet erg. Ja, ik kom me eigenlijk excuseren voor de overlast dat misschien heeft bezorgd. Als ik dat in de picture kan zetten, vind ik dat wel, vind dat wel tof. Mag je dat trots op je huis, hè? Ja. En terecht. Het is geen lelijk huis. Ja. Laat ons daar duidelijk over zijn. Zeg, wilt je nog even op de foto met mij? Ja, zeker. Ja? En uw huis, hè? Ja. Als je een beetje daar staat, dan kunnen we er alle twee op. Ik hoop, als jij hier weggaat, dat ze het niet plat gooien, hè? Dat zou mij zeer doen, ze. Dat zou mij echt zeer doen.